Een van de meest vriendelijke Harderwijkers is ongetwijfeld Reginald Klaren, bijgenaamd Reggie. Een van de drie beheerders van het Rijwielhuis aan de Academiestraat. De honderden klanten kunnen binnenkort niet meer genieten van zijn mateloze gastvrijheid. Want Reginald gaat met pensioen. Speciaal voor Reggie komt wethouder Jeroen de Jong graag even uit het gemeentehuis om hem alle lof toe te zwaaien. Ja, Jeroen, Reginald Klaren, een persoonlijkheid. Nou, wel meer dan een persoonlijkheid. Dit zijn van die mensen dat zijn bekende Harderwijkers, terwijl ze niet eens Harderwijker zijn. Reginald is wat ons betreft, en dan spreek ik namens het hele college, het gezicht van de fietsparkeren. Maar misschien ook wel echt een verlengstuk van het gezicht van Harderwijk. Ik vind het altijd leuk als ik in de stad kom op de fiets. Ik heb drie jongens zelf. Dan stappen we er altijd naar binnen en er is altijd een vrolijke glimlach. Er is altijd een aardig woord voor jong en voor oud. En dat is ook wel te prijs. Dus ik mag oprecht zeggen, namens het college van Harderwijk gaan we Reginald missen. Zijn persoonlijkheid, zijn glimlach en ook wel zijn warmte die hij elke keer weet te bieden. Dus dank Reginald voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Maar hij was ook een beetje de boekhouder. Hè? Want dankzij hem konden de 100.000ste vieren. Want dat heeft hij allemaal bijgehouden. Ja, maar niet alleen bijhouden. Reginald is natuurlijk dat gezicht. Mensen naar de fiets brengen. Eventjes in de gaten houden. Het was meer dan alleen tellen. En dat is ook de dankbaarheid die ik juist uitspreek. Dit zijn de mensen die dat gezicht van Harderwijk maken. Even die glimlach. Even dat leuke moment. We gaan hem missen, hè? Ja, maar misschien moeten we ook wel gewoon heel blij zijn dat hij voor de gemeente Harderwijk heeft willen en mogen werken. En dat klinkt altijd net wat positiever dan het afscheid dat toch er op handen is. Dat is toch altijd wel jammer. Ik had hem graag langer bij de gemeente gehad, omdat het juist zo'n joviaal en leuk mens is. Een ware vriend werd in de loop der jaren overbuurman Gerrit Keus van Germano Herenmode. Betreft had hij nog wel heel wat jaren door mogen gaan. Ik denk dat Reggie er vanaf het begin was. En hij is ook eigenlijk wel al die jaren een ambassadeur voor de fietsenstalling geweest. En daarmee dus ook voor mensen die met de fiets de stad inkomen naar de stad toe. Vriendelijk, altijd attent, uiterst beleefd. Heel leuk met kinderen. Reggie is is gewoon een geweldige kerel en die gaat natuurlijk nu van zijn pensioen genieten en dat gunnen we hem allemaal van harte. Maar het is wel heel erg jammer dat hij weggaat. Dus het zal voor zijn opvolger een hele uitdaging worden. Maar goed, dan gaan we natuurlijk ook met alle vertrouwen weer tegenaan. En hopen dat we. Je gaat hem missen. Ja, absoluut. Ja, we gaan Reggie echt missen. Het is een uiterst innemende, aardige man en jammer dat hij weggaat. Ja. En dan nog Reggie zelf. Hier 9 jaar gewerkt. Hoe was dat voor je? Heel leuk. Leerzaam. En heel veel meegemaakt. En het was heel leuk werk om te doen. Waarom was het zo leuk, Reggie? Omdat je hebt het met je medemens te maken. En je leert van je medemens. En je medemens leert voor jou. En ook van de kinderen. Dat was ook dat ik heb ze zien groeien. De moeders kwamen hier heel klein, totdat ze groot zijn geworden. En tot nu toe kennen ze me nog en ik ken ze nog. En dat is het mooiste. Denk je dat je misschien nog wel eens een keertje terug zult verlangen hier naar dit? Ik bedoel, want je bent er heel erg mee verbonden. Ja, en ik kijk, het is gewoon zo dat je met je pensioen gaat. Het is niet iets om te zeggen dat je een ontslag neemt. En of het zo was, dan kon ik zeggen, oké, ja, ik zou wel graag weer terugkomen. Maar je gaat met pensioen, dus je moet toch plek maken voor een jongere. Altijd bezorgd om de medemens, hè, Reggie? Altijd bezorgd om de medemens. En ik hoop ook dat ze ook voor hunzelf ook een beetje ook bezorgd zijn.